We zijn er weer beland op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 3 dagen hiervoor hebben de wandelaars al diverse locaties aangedaan die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. En ook vandaag zullen we er nog een aantal gaan doen. We beginnen deze uitzending in Graven. We zijn met de 50 kilometer meegelopen vanaf Nijmegen en dan lopen ze de brug over bij Graven. Tijdens Operation Market Garden landen parachutisten aan beide zijden van de brug. De missie was duidelijk, zo snel mogelijk de brug over de Maas veroveren. En dat gebeurde. Het was kortstondig en heftig gevecht, maar de brug kwam in handen van de geallieerden. En zo was de weg vrij om naar de volgende brug te gaan, bij Nijmegen. De wandelaars van de 50 kilometer lopen door richting Graven. De andere wandelaars die zijn al voor de brug afgeslagen richting Overasselt. Net voor Overasselt staat dit monument. En dat herdenkt de parachutisten die zijn gesprongen om de Maasbrug te veroveren bij Graven. Al lopen ze niet direct langs dit monument, ze lopen wel door het gebied heen waar de parachutisten zijn geland. En zo zijn we onderweg richting Kuik. Met de wandelaars zijn we verder gelopen en die komen dan in Kuik terecht. Dat zie je bij mij op de achtergrond. En vanuit Kuik moeten ze naar Mook. Nu gaat het met een pontje, maar tijdens de Vierdaagse wordt er een pontonbrug gebouwd. En dat gebeurde ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan lopen we een stukje verder met de wandelaars en dan komen we in Mook terecht. Hier bij de spoorbrug. En deze werd tijdens de inval van de Duitsers in 1940 opgeblazen door het Nederlandse leger. Om de Duitsers te stoppen. Maar ja, hoe kom je dan het water over? Precies, ook hier werd tijdens de oorlog een pontonbrug gebouwd. En dan lopen de wandelaars door Molenhoek. En als je heel even van de route af zou wijken, iets richting Dijk loopt, dan kom je dit monument tegen. Dit monument herdenkt 637 soldaten die hier zijn gesneuveld tijdens de winter van 1944. En dan zijn we aanbeland bij de laatste stop voordat we weer terug zijn in Nijmegen. We zijn in Malden. En er zijn maar weinig mensen die weten dat na de bevrijding in 1945 er in Malden een vliegveld was. Dat begon net iets voorbij het winkelcentrum nu en dat eindigde bij de Intratuin. Zo zou het vliegveld er ongeveer hebben uitgezien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd het weer landbouwgrond en verdween het vliegveld. Maar Malden kreeg niet veel later toch nog een vliegveld, een zweefvliegveld, op een andere locatie. Kijk, het was natuurlijk geen Schiphol. Het was een militair airstrip waar verkenningsvliegtuigen konden landen. Het heette oorspronkelijk B-91, maar al gauw werd het omgedoopt tot vliegveld De Kluis, naar een boerderij die vlakbij lag. En je kunt het nog steeds vinden, het airstrip. Als je goed kijkt, vind je namelijk het airstrippad in Malden. Ja, en dan het laatste stukje van de Vierdaagse. En dat is het mooiste stuk natuurlijk. Van Malden naar Nijmegen over de Sint-Annestraat lopen. En als wandelaar kom je dan weer in Nijmegen op het Keizer Karelplein. En ook hier werd hard gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers tegen de Amerikanen. De Amerikanen die verloren alleen die strijd. En daardoor werd Nijmegen pas dagen later bevrijd.
Maar de wandelaars zijn wel bevrijd, want ze slaan hier af richting de wedren om daar hun kruisje te halen. Een dagenlange strijd is er gestreden tegen pijn en ongemak. Bloed, zweet en tranen hebben rijkelijk gevloeid. Maar ze hebben het gered. De Vierdaagse wandelaars zijn gefinished op de wedren. Op alle historische gronden waar de tienduizenden wandelaars de afgelopen 4 dagen hebben gestreden om hun Vierdaagse kruisje, hebben de geallieerden 75 jaar geleden gestreden om onze vrijheid. De Britten, de Amerikanen, de Canadezen en de Polen zijn massaal voor ons gestorven, zodat wij nu in vrijheid kunnen leven. We stonden stil in deze uitzendingen bij 75 jaar vrijheid en de Vierdaagse. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.